Wrijvingskracht en normale kracht. Wrijvingskracht heb je nodig om auto's een bocht te laten draaien. En we hebben hier nu nodig een speelgoedautootje met rubberbanden. En we gaan ook kijken wat de maximale wrijvingskracht is. De wrijvingskracht staat loodrecht op de rijrichting. Activiteit onderzoek je hoe de maximale wrijvingskracht van de normale kracht afhangt. Nou, we hebben dus een speelgoedautootje en 4 gewicht van 50 gram. De auto die weegt 325 gram. En dit speelgoedautootje met rubberbanden. Oh, dat was elkaar. Dat is niet de bedoeling. Nog een ander speelgoedolietje, maar die. Deze. Ook leuk, alleen. Het is een beetje moeilijk om daar 4 uns aan te bevestigen, dus die gebruiken we maar niet. Deze moet erop. Kijk, blijft dit vastzitten? Nee. Ongeveer. Kijk, neem je nou. Een 4 incher die maximaal 0,2 newton kan hebben. En je gaat eraan trekken, dan zie je. Nee. Die doet een beetje weinig. Iets sterker hebben. Deze die gaat tot 2 newton. Als je deze hem dan erin hangt. Doe steeds op hetzelfde punt. Je gaat er dan aan trekken. Dan zie je dat die bij 1,8 ongeveer wat gaat doen. 1,8 newton. En we hebben nog sterkere veerunster. Dat is deze. Die kan tot 10 newton. Dus die hebben we dan eigenlijk nodig. Zie je ook. Dan ligt het hier 1,667 aan. En dan gaat die glijden, de auto. Ja, we maken er 1,7 newton van. Dat schrijven we dan hierop. Dan gaan we een gewichtje van 50 gram opleggen. Bijvoorbeeld hier zo. Het meeste gewicht is natuurlijk op de achterwielen en dit is ook niet helemaal een goed aangrijpingspunt. Maar ja, we nemen gewoon steeds hetzelfde punt. Moet eigenlijk precies hier boven die wielen zitten. Ja, dan moet je met het haakje aan kunnen bevestigen net. Nu zie je dat hij bij 1,8. Bij 1,8 gaat. Kun je het autootje vanaf de zijkant wegtrekken. Doe er nog een gewichtje van 50 gram bij. Hier van de andere kant. Als je dan hier aan gaat trekken aan de veerunster, dan geeft die 2,2 newton. Dus hoe zwaarder de auto, hoe sterker de wrijvingskracht van die banden wordt. Doe nog gewichtje bij. Blijft hij zo zitten? Nee. Nou, zo dan.
En dan had hij 2,5 newton. Dan valt er al. Ik doe hem even aan de andere kant liggen. Dat is zo'n 2,5. En dan doen we het vierde gewichtje erbij. En als je dan aan de 4 uncher trekt, kom je uit op 2,9. En dan kan je dus wel zeggen dat een auto een scherpere bocht kan maken. Als hij wat zwaarder is, maar dan moet hij natuurlijk wel dezelfde vorm hebben. Want het is ook afhankelijk van het massa zwaartepunt. Als het erg hoog ligt, dan vliegt hij snel uit de bocht. Maar een auto met deze vorm, ten aanzien van aluminium of ijzer is, dan gaat de auto van ijzer vliegt minder makkelijk uit de bocht. Maar ja, kost wel meer benzine. We moeten ook nog een diagram tekenen met de massa langs de horizontale as en de zijdelingse wrijvingskracht langs de verticale as. Nou, laten we het even proberen. Als je nou grafietpapier neemt, dan is het 24. 24 blokjes van 1 centimeter. En we hebben. Dus het was. Horizontaal was de massa. Van 3,25 tot 5,25. 1, 2, 3, 4, 5. Dus als je 3,25, dan bij 5, 3,75, bij 10, 4,25, ja, want als je bij 20, 0, 0, 5, 10, 15, 20. Dat zijn daar allemaal streepjes. En bij 0 beginnen we dan met. Bij 0 beginnen we met 3,25. 3,25. Nee, die is nog niet gestift. Daar. En dan. 5 centimeter is hij 3,75. Bij 10 centimeter is hij 4,25. Bij 15 centimeter is hij 4,75. En bij het vijfde punt heb je 25 gram als massa. Nou, dan had je nog vier blokjes over. Nou, jammer dan. Langs de andere as hebben we. Zeventien centimeter. Van daar naar daar. 17 centimeter. En die begint met 1,7. En de hoogste is 2,9. Dus het verschil is 2,9 min 1,7 is 1,2. En je hebt totaal 17
hokjes, zeg die centimeter. Dus dan is via een aardige schaalverdeling van 0,1 newton per centimeter doet. Dan begin je bij 1,7, dan heb je dus 12 centimeter nodig totaal. Dus dan begin je hier met dus dan newton. Begin je hier het nulpunt, begin je bij 1,7 newton. En dan heb je dus na 10 centimeter zitten we hier op 2,7. En dan is het dus nou 1,7, dus eerst een meetpunt, daarna 1,8. Dat is dus 1 centimeter komt overeen met 0,1 newton, terwijl dat is op de verticale as, op de y-as. En de x-as heb je dus 50 gram komt overeen met 5 centimeter, oftewel 5 gram komt overeen met 1 centimeter. Heb je misschien wel een aardige schaalverdeling. Dit was 1,7, dus dan is na 1 centimeter heb je dus ben je 1,7 plus 0,1 is 1,8. Dan heb je 1,8. Dus dat is voor dit punt bij 4,25 zie je bij 2,2 newton. Dus 8, 9. Dit is 2,0 newton. En hier zit je op 2,2 newton, dus kom je op dit punt terecht. Daarna kom je bij 2,5. Dus dan 2,3, 2,4, 2,5. Dit is 2,5 newton. En dan zit je bij 4,75 gram. Dat is dus op 1,75 gram. En dan het laatste punt, dat is 2,9 newton. Dan zit je dus hier zo, 2,9. En dan is het olietje 525 gram. Kom je dus uit op 1,75 gram. Nou, als je dan een lijn gaat tekenen, dan kom ik tot zoiets. Hier een punt, daar een punt, daar een punt, daar een punt en hier zo. En zo ziet de grafiek of het diagram er dan uit.